Welkom bij AVROTROS, welkom bij de IJzersterkste. Het programma van scherpe ijzers, doorbijten en koek en zopie. Vanavond rijden 12 bekende Nederlanders hun eerste wedstrijd hier op de Amsterdamse Jaap Edebaan. Dit is de IJzersterkste. Schaatsen. Iedere Nederlander heeft het wel eens gedaan. Over de Friese meren. Over de slootjes van Noord-Holland. En heel soms op de grachten van Amsterdam. En als het niet vriest, dan staan we op de ijsbaan. En daar zijn we goed in. EK's, WK's, Olympische Spelen. Overal trekken de Nederlanders het schaatsgoud naar zich toe. Schaatsen zit in ons DNA. Maar wat is er voor nodig om het nieuwste schaatstalent te worden? 12 Nederlanders die niet bang zijn voor een beetje kou, ontdekken in de komende weken hoe groot hun schaatstalent is. En nu blijven staan, rust bewaren. Heel mooi. Het aanwezige talent wordt zorgvuldig bijgeslepen door twee van de beste schaatsers die Nederland ooit gekend heeft. Zesvoudig wereldkampioen Rintje Ritsma en drievoudig olympisch kampioen Marianne Timmer. Twee teams van zes schaatsers strijden tegen elkaar op de gezelligste ijsbaan van Nederland. Naarmate de weken vorderen wordt het veld dunner en rijst de vraag: wie is de ijzersterkste? En dit zijn ze, de 12 deelnemers die jullie dus over de kling gaan jagen. En Nienke, laat ik eens even bij jou beginnen. Ik begrijp dat het deelnemen aan dit programma ook een soort jeugdtrauma gaat oplossen. Ja, ik kon vroeger niet schaatsen. En alle meisjes en jongens uit mijn dorp wel. Die zaten allemaal op schaatsles op Tialf en ik niet. Dus ik moet dit nu een keer goed doen. En ik moet nou eens een keer afrekenen met de Nienke die op houtjes over de sloot heen krabbelde. Fidan, dan doe je mee aan dit programma. Dan ga je je voorbereiden op de 1500 meter. Je bent druk qua werk. Je gaat ook nog eens een keer verhuizen. Ja. Wat heb je op je hals gehaald? Ik dacht, die ging vragen, heb je wel wat gedaan? Nee. Volgens mij wordt dit mijn trauma. Dat denk ik, ik kon het ook niet. En ik wilde het heel graag leren. En ik dacht, ik ga niet alleen doen. Dus ik doe het met dit programma. Jan Smit, ik heb jou op social media insane beenoefeningen zien doen. Echt niet normaal. Ja, en dat was hartstikke leuk, totdat we het ijs op gingen. Want dat is dus echt wel een andere koek. Maar je hebt er nog steeds een beetje van die spillebeentjes, of niet? Ja, maar dat gaat ook niet heel snel. Kijk, van ons wordt verwacht dat we in een paar weken de nieuwe Rintje zijn. Maar zo snel gaat het dus niet. En dat valt echt vies tegen. Ja. Kees Boot, ja. Of trouwens, weet je, voordat ik jou iets ga vragen, eerst even kijken naar jouw eerste training. Hoe Kees Boot... Nee. Ja, hoe Kees Boot Kees Boos werd. Even wennen. Maar het is eigenlijk zo glad. Je ziet het. Oké, schat. Waar de fuck ben ik aan begonnen? Ja, maar vooral de rest zitten lachen, dat vind ik echt. Ja. Ik viel een beetje tegen. Ik kan alleen maar beter gaan. Dat is toch een understatement. Ik ben zo lelijk. Maar er zit rek in bij jou, ja. Ja, zeker. Ik hoop dat het nu iets beter gaat. Ja, laten we het met z'n allen. Daarmee dek ik mezelf in. Ja, heel goed. Goed, zometeen gaan we eens kijken hoe de eerste training bij al die anderen is verlopen. Maar eerst, we hebben niet alleen twee geweldige schaatsers hier als coaches, maar ook een fantastische schaatser die de komende weken onze verslaggever is aan de baan. Tweevoudig olympisch kampioen Jochem Uithagen. Hoe is het ijs? Nou, het ijs, dat is nat. Het is ook daardoor wel een beetje zacht. Dus het wordt een pittige klus vanavond, absoluut. En er is nog een belangrijke rol die ik nog niet heb genoemd, de commentator. Want we hebben een van de meest geliefde sportcommentatoren uitgenodigd om onze wedstrijden te verslaan. Evert ten Apel zit voor ons in de jurytoren. Evert, zit je al klaar voor de eerste wedstrijd? Ik ben er helemaal klaar voor, Twan. Ik ben een liefhebber van winterse sporten, van sneeuw en van ijs. En Kleintje Pils die speelt alsof de Olympische Winterspelen aan de gang zijn. We zagen net al de eerste pijnlijke schreden van Kees op het ijs. Maar die eerste schaatstraining was voor meerdere deelnemers wel even een dingetje. Dat is een talentengroep. Oh. Kijk, hoe kijk dit? Echt
pak. Dit gaat heel strak zitten. Dit is echt strak bij jou. Ik voel me supergoed in dit outfitje. Ja, het zit ook heel erg lekker. Het beweegt ook lekker. Je ziet er wel fit uit. Je ziet er wel uit als een schater. Zou je zo kunnen? Ik heb meer het gevoel dat ik ga borstelen. Ik is de meet eigen schaatsen. Ja, ik vind het wel cool. Ik heb een mooi pak. Ik voel me wel helemaal profi. Alle deelnemers hebben wel eens op schaatsen gestaan. Maar ik vermoed dat de niveauverschillen wel groot zullen zijn. Voor de meesten is het een paar jaar geleden dat ze voor het laatst hebben geschaatst. Dus het zal even inkomen zijn. Zet hem op. Holy shit, wacht even. Nou, het was toch wel echt Bambi op het ijs, die eerste stap. Dat had ik niet verwacht, maar heel onwennig. Ja, het mooie aan schaatsen vind ik, dat is eigenlijk nog net als fietsen. Dat je dan voelt eigenlijk meteen alweer vertrouwd. Ik wilde eigenlijk beginnen met gewoon even dat jullie gewoon een paar rondjes gaan schaatsen. Dat ik een beetje zie hoe gaat dat dan. Ik vind het heel erg moeilijk om bij de les te blijven. En als ik dan eenmaal een opdracht moet doen, ja, dan vind ik het leuk om een beetje te klieren. Oh no, ik hoor je niet. En dan gaan we nu even een paar rondjes proberen. Echt vanuit deze houding. En dat gaat inderdaad pijn doen in je benen, in je billen. Maar het voordeel is dat we gewoon verder kunnen afzetten. Nee, doe normaal. Die, is gewoon, die kan gewoon ook wel een pootje over. Ja, joh. Die gaat ook wel heel hard. Oh, nee, maar dit is gewoon niet leuk, toch? Ik ben mijn bravoure een beetje kwijt. Nee, ik ben me echt kapotgeschrokken. We zijn er bijna, Kees. Op dit moment denk ik alleen maar, my god, jongens, hoe ga ik dit doen? Hey, kijk hem gaan! Kwast. Hij zei zelf dat hij te laat is begonnen met trainen. Ja, dat wilde ik mij absoluut niet laten overkomen, want je ziet nu het verschil. Dat is toch een eerlijke concurrentie? Hij vindt het leuk om op zijn mijl te gaan. Dat is toch niet goed? Wel lekker. Viel me tegen, eigenlijk. Het ziet er makkelijker uit dan het is. Oh, oh, niet vallen, want dan val ik ook. Op zee, denk je. Nou, dat gaat wel lekker. Binnen 3 seconden lig je onderuit, dus je moet niet overmoedig worden. Het is nog geen Sven Kramer. Nee. Nee? Dat had je je maakt me kapot nu. Het is er heel erg moeite mee dat Renze het zo goed kan. Nee, dat is niet eerlijk. Nee, ik vind het prachtig om te zien, maar het ontmoedigt me wel een beetje. Omdat ik denk, ik heb echt achterstand. Kom maar, mevrouw. Ik denk, ik zeg het tegen mezelf niet. Niet hoogmoedig worden. Nu gaat het lekker, maar het kan nog fout gaan. En je kan ook sturen zonder dat je overstapt. Als je nog niet, liever niet wil overstappen. Hoe deed je dat sturen nou? Zo. Dus je gaat eigenlijk een beetje hangen en je duwt een soort je hak een beetje naar buiten. Welmoed, ja. Welmoed is gewoon een soort Elsa uit Frozen. En die schaats de schaatsbaan op alsof ze het nooit anders gedaan heeft. Ja, Nienke die moet gewoon over haar angst heen. Hoe was het ook alweer? Dus zodra ze dus het uit haar hoofd zet dat ze kan vallen, dan kan ze het volgens mij hartstikke goed. Dus ik denk dat we van haar nog niet alles hebben gezien. Maar dan wil ik van de coaches toch wel een eerste reactie. Nou, er is zeker nog werk aan de winkel, zo te zien. Ja. Dat is een beetje een understatement weer. Ja, dus ja. Dat gaan we ook doen. Dus, okay. Ik heb er eigenlijk wel heel veel zin in. Nog geen spijt dat je eraan begonnen bent? Nee, ik zie een uitdaging. Ja, het zag er bij jou trouwens ook niet zo uit, Kim. Nee, ik heb vroeger wel een beetje geschaatst. En in de puberteit was ik skater, dus toen dan wieltjes, maar ja, dan is de beweging toch een beetje hetzelfde. En jij bent natuurlijk een klein beetje in het voordeel, hè? Want waarom? Een oud teamgenootje van jou heeft weer een kort lijntje. Ik heb het over Naomi van As. En die heeft een relatie met Sven Kramer, dus jij hebt toch al stiekem wel wat tips gekregen. Ik heb zeker wat tips gekregen, maar Sven nam het heel serieus. Dus toen dacht ik, moet 4 uur op een fiets gaan zitten. Nee, dat gaat hem niet worden. Dus, maar ik heb ook van Erben nog een paar goede tips gekregen. Ik denk dat ik aardig fit ben. Daar zorg ik voor. Ik ben natuurlijk oude topsporter, dus ik zorg echt nog wel dat ik fit blijf en genoeg train. Ik denk dat ik goed kan pijnlijden, dat ik het conditioneel goed kan volhouden. Maar ja, ik heb inmiddels natuurlijk ook een paar versleten knieën en heupen die wat hockeymoe zijn, om het maar zo te zeggen. Dus ja, de vraag is, hoe ga ik dat straks volhouden? Dat vind ik dan wel spannend. Piept en kraakt een beetje, knietje. Moet kunnen. In de wieg was ik al bloedfanatiek. Ik ben een van een tweeling, dus ik heb met mijn broer altijd veel strijd gehad. Ik maakte van alles een wedstrijd. 28, 19, 30. Concurrentie doet de 30, ik doe de 40. 32.
gevoel wat ik bij schaatsen heb is... bij mijn ouders in de achtertuin wonen aan een aanloophaven. En in de koude winters lag daar zeker 6 tot 8 weken gewoon ijs. En dan kwam ik uit school en dan was het mijn ijzertjes om de binnen. En dan klinend naar de haven. En dan urenlang tot het donker werd was ik op het ijs te vinden. Bij het zoeken in het archief naar schaatsfoto's kwam ik zelfs een krantartikel tegen van een schaatswedstrijd die ik ook nog gewonnen heb toen ik 9 jaar oud was. Ik dacht dat hier misschien ben ik nu wel Olympisch kampioen, dat gevoel. Ja, en als ik dan de foto's erbij zie, dan krijg ik wel weer dat mooie gevoel van die fijne koude winters met iedereen op dat ijs. We gaan zo meteen de 1500 meter schaatsen in een massastart. Dat betekent dat jullie allemaal tegelijk, 6 mannen en 6 vrouwen, los van elkaar gaan starten. Jullie gaan zo meteen hier starten. Dan schaatsen jullie 300 meter en komen dan voor de eerste keer over de finish. Nou ja, en ditzelfde rondje moet je dan nog 3 keer doen, tot uiteindelijk dus de 1500 meter is geschaatst. Eén belangrijk iets, mocht je vallen, sta meteen weer op en ga de wedstrijd continueren. En daarna schaatsen de mannen natuurlijk hetzelfde onderdeel. Marianne en Rintje gaan zo meteen naar buiten. En wij gaan samen kijken hoe jullie die 1500 meter er helemaal van af gaan brengen. Want daarna mogen jullie gaan kiezen wie jullie in het team willen hebben. Hebben jullie er zin in? Ja. 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 Mooi, mooi, mooi. Nou, dan gaan jullie lekker naar buiten. Ga de schaatsen omdoen. Ga een beetje warm maken richting die 1500 meter. En ik wens jullie ongelooflijk veel succes allemaal. Succes allemaal. Ga lekker naar buiten. Marianne, een Rintje, ja. Dat wordt nog iets. Waar ga je zo meteen op letten? In ieder geval verbeterpunten. Dus dat wil niet zeggen dat je meteen dat het vanzelfsprekend is dat je voor de snelste gaat kiezen. Nou, dan ga ik voor de snelheid, ja. Dus als Rintje nou gewoon goed kijkt naar mensen waar nog veel potentie in zit, dan zou ik zeggen, kies die. Ja? Goed, gaan wij zo meteen naar buiten. Wij zijn ook concurrenten, hè? De strijd begint al, hè? Ja, heel goed. Maar ik vond het mooi dat de spanning van is al van de kop. Ja, het is maar ik voel het ook. Ze zijn ook wel nerveus. Het is natuurlijk ook echt wel spannend, want het ijs is natuurlijk glad. Maar we zijn nog niet helemaal zeker. Haal je er hier al uit. Ja. Ja. Zijn jullie er een beetje klaar voor? Yes. Yes. Ja, helmpjes vast. Yes. Vetertjes goed strak. Ja. Ja. En als je moet plassen, dat zijn gewoon zenuwen. Eerst even lekker inschaatsen voor de dames, want het is de eerste keer op deze ijsbaan. Dat is wel even wennen, hoor. De leeftijden liggen behoorlijk uiteen. Met 27 jaar is de jongste Ortaalvriend en de oudste met 58 is René Fokker. Ik weet het allemaal hoe het moet, maar op het moment dat ik op je schaatsen sta, er gebeurt er wat. En het heeft ook een beetje met angst te maken om te gaan vallen. Dat moet ik ook uit mijn hoofd bannen. Iedereen is ingeschaatst, de helmcaps op en de dames zijn klaar voor de start. Olympisch kampioen hockey, Kim Lammer. Jullie applaus voor Ortaalvriend. Actrice René Fokker. Documentaire master en journaliste Fidan Ike. Uit Friesland, Nienke de Jong. Hier is Bamboed Seidsma. Het is wel echt spannend, hoor. Jongen, ik heb echt wel een beetje de zenuwen. Klaar. En ze zijn weg voor hun eerste wedstrijd. Indruk natuurlijk maken op de twee coaches. Dat is het doel van deze 1500 meter. Er valt nog niemand af, maar ik moet zeggen, ze zijn wel heel fanatiek van start gegaan. Dat is nog heel lang, jongens. Jongens, maar ze gaan veel te hard. Een snelle start voor Kim Lammers, die er overtuigend vandoor gaat. Maar niet verder achter, daar komen Welmoed Sietsma en Ortaalvriend. In een soepel pootje over. Ja, Kim Lammers is haar eerste bocht door. Dat wordt een hele snelle openingstijd. Niet alleen voor Kim Lammers, maar ook voor Sietsma en Vriend. Daar komt de tijd voor de eerste 300 meter. Jezus, kijk te gaan, joh. 39.14 is de tijd van Kim Lammers. Dat is een hele snelle tijd voor een ongeoefende schaatser op deze afstand. Sietsma op 3.37 en Vriend op 4.10 daarachter. Het is een hoog tempo, hoor. Nienke de Jong en René Fokker rijden deze afstand met ietsje meer beleid. De Jong is goed met fietsen, maar schaatsen is wat anders. Ze zetten een openingstijd neer van 19.2 achter die van Kim Lammers. Dat is wel heel erg veel. Maar ja, het kan ook gewoon een beter verdeelde rit worden natuurlijk. Come on. Woo! Oh, kijk. Ik zit er wel in, hè?
Lammers ligt inmiddels een hele bocht voor op Sietsma en Vriend. Ze zijn nog onzeker in dat pootje over, maar dat is ook lastig hoor, maar ze doen het wel. Zeg, zijn ze wel aardig vooruit gegaan in verhouding met Iris. Daar hebben we Fidan Ekies, toch voor kort nog volledig ongetraind. En die heeft veel moeite met de slag hoor, maar dat begrijp ik wel. Ze moet nog 3 ronden. Lammers nog maar 2, ze jaagt en ze jaagt. En wat gebeurt daar? Ze zet Fidan hier op een rondje. In een ruime bocht gaan ze eromheen. Het is een breed veld, er is veel te zien voor de twee coaches aan de baan. En wie kan zich het best verbeteren? Ja, wel grote stappen maken. Ja, dat lukt hiermee. Ja. Denk ik wel, ja. Portaal Vriend is inmiddels wel Moet Sietsma voorbij. En samen gaan ze Fidan Ekies inhalen. Het zijn bijzondere talenten. En daar mogen we heel veel van verwachten. Maar Ortaal wordt ook moe. Daar is wel winst te behalen. Lammers lijkt intussen onverstoorbaar. Ligt bijzonder comfortabel voor. Handje op de rug, ja, voor extra balans. Gaat hier de laatste ronde in. 2:23.94, een mooie tijd hoor. En haar meest nabije concurrent is nu Ortaal Vrienden, fanatieke sporter. Ligt 20-08 achter op Lammers en kort daarop Sietsma. Die heeft het moeilijk. Ze is buiten adem en is duidelijk niet meer in balans. Vreemd genoeg lijkt Nienke de Jong dat juist wel steeds meer te zijn. Nienke is een diesel, die moet even op gang komen. Zij is heel sterk. Je ziet ook dat ze sterke benen. Dus het is wel iemand die een beetje meer van de kracht moet. Zij moet een beetje meer vertrouwen krijgen, dan gaat zij heel makkelijk nog harder. De laatste 100 meter gaat in voor Kim Lammers. Dat kan toch niet meer fout gaan, zou je zeggen. En het scheelt niet veel of ze zet Ekies voor de tweede maal op een rondje. Maar dat gaat niet gebeuren, denk ik. Kim geeft een geweldig cv af met deze rit. 3:20.29 is een supertijd hoor, voor deze massastart. En daar mag deze hockeyster met haar krakende knieën best wel trots op zijn. Het is wel een gedreven groep. Dat is wel mooi om te zien. Kim! De kop is eraf. Vertel. Ja, een beetje trillende benen. Maar verder gaat het goed. Dat is leuk. In het laatste stuk, hoe is dat gegaan, die laatste 300 meter? Ja, mijn benen. Ik moest even trillen. Maar het ging goed. Blijf staan. En daar komt Vriend over de finishlijn. Ze heeft in de laatste ronde maar 5 seconden ingeleverd op Lammers. Heeft haar rit dus heel goed verdeeld. En kort daarop als derde een knappe tijd voor Welmoed. René Fokker vlak daarachter gaat haar laatste ronde in. En dat is echt niet slecht hoor voor deze oud-toertochtschaatser. Hey, wat denk je van de concurrentie? Kim, hè? Kim is mijn concurrentie en Welmoed. Oh, wat gebeurt daar? René Fokker, die valt. Ze valt er precies in dat natte plekje daar. Dat zal wel vermoeidheid zijn, denk ik. 1500 meter is ook een afstand, hoor. En daar komt onze diesel Nienke de Jong. Het is niet de mooiste slag, maar wel gedreven. Ze gaat met een paar lessen van een van de coaches ongetwijfeld een grote verbetering laten zien. Opperste concentratie van haar gezicht af te lezen. En daar is, oeps, oh, de rode finishlijn voor Nienke de Jong. En daarmee zijn er nog maar 2 schaatsers over in de wedstrijd. René Fokker, die thuis een bak aan medailles heeft van alle tocht- of natuurreis die ze heeft gereden. Haar laatste 100 meter gaat in en het kost moeite. De diepe zit is opgegeven en we zien dat het pijn doet. Natuurlijk heeft ze hinder ondervonden van die valpartij. Het publiek, daar ligt het niet aan, die joelt haar naar de finish. En daar is eindelijk die verlossende streep. En dan is er nog maar 1 schaatser op het ijs. En die is nog lang niet bij de finish. Tijd om Fidan Ekies beter te leren kennen. Nou, ik heb foto's van de laatste keer dat ik heb geschaatst met mijn zoontje. Het was vorige winter, in december. Dus ik heb bewijs dat ik echt heb geschaatst. Ik ben opgegroeid in Rozenburg, onder de rook van Rotterdam. En als het vroor en er lag ijs, dan gingen we zeker altijd de sloot op met vrienden. Zonder schaatsen, want schaatsen had ik niet. Want dat kostte te veel geld. We waren met 4 kinderen. Gastarbeiderskinderen, er was niet veel geld. En dat konden we ons niet veroorloven. Schaatsen zat niet echt in ons DNA. Toch doe ik mee, omdat ik in de winter wilde mijn zoontje heel graag schaatsen. En onder de Euromast, echt geweldige kunstschaatsbaan. En ja, ik moest hem helpen, maar het was een beetje de lamme helpt de blinden. Ik kan niet schaatsen. Ik was met mijn familie, nou, allemaal Turken op het ijs. Het is echt, ik denk dat mensen wel bij het zien hebben gedacht, die bakken er echt helemaal niks van. Het was wel, ja, we hebben ook al heel erg gelachen. Dacht ik, ja, ik wil dit echt leren. Ik wil niet dat hij een moeder heeft die hem dit niet kan leren.
Nee, het verbaasde mijn omgeving. Maar voor mij was het echt serieus. Het was echt, ik was super blij toen ik die uitnodiging kreeg. Ik dacht echt meteen, ik heb er geen seconde over getwijfeld. Ik wil meedoen. Hé, hey, schat. Ze heeft er best wel hol in, hoor. De laatste meters van Fidan Ekies. Opstaan, je moet nog 5 meter. Kom op. Nog maar een paar meter. Wie adem heeft om te joelen, heeft ook adem om te schaatsen, Fidan. Het is zo goed van de motivatie. En dan is ook Fidan Ekies klaar met deze 1500 meter. Hoe was dit? Hij zei goed, zeg. Nou, ik vond eigenlijk dacht ik, ik vind het eindelijk leuk. Ik vind het gewoon leuk. Het was ook best wel leuk om die baan voor mezelf te hebben. Maar ik moet nog wat meer oefenen. Het laatste stukje, nog een val. Ja, dat was omdat ik weer de clown uit moest hangen. Want ik was aan het juichen en toen viel ik. De uitslag van deze 1500 meter. Kim Lammers soepel aan kop, maar ook dik onder de 4 minuten. Ortaal Vriend en Welmoed Sietsma. De verschillen zijn groot. Nienke de Jong toch ruim een minuut daarachter, gevolgd door René Fokker op 5. En als laatste Fidan Ekies. Nou, wat is jullie eerste reactie op het niveau van de vrouwen? Nou ja, we hebben de beelden gezien toen ze net waren begonnen. En als ik ze dan nu zie schaatsen, nou, dan is er absoluut grote stappen voorwaarts gemaakt. Weet je? Ja, er zit nog wel onderling is er een groot verschil. Je ziet ook wel een verschil, en dat wordt ook tactisch kiezen straks. Die iets beter zijn op de lange en de anderen weer iets beter op de korte. Dus het is wel een leuke materie zit daarin. En daar zijn de mannen voor hun 1500 meter die over een paar minuten gaat beginnen. Ik ben ontzettend nieuwsgierig, want je hebt wel het een om getraind. Daar hebben we wat valpartijen gezien, daar hebben we je zien glijden. Wat gaan we vandaag van jou zien, Kees? Nou, ik hoop dat ik sowieso blijf staan. Dat gaat denk ik ook wel lukken. Mijn grootste gevaar is dat ik me mee laat slepen door de snelheid van die mannen. Hoe is het ijs? Want ik zag wat natter gaat. Ik dacht van, wil je nog een duikbril mee hebben? Nee, mijn zwemdiploma heb ik wel. Dat kan ik dan weer wel. Dus nee hoor, dat gaat wel goed. Kijk, dit is dan toch wel schaatsen. En dit is dus met de rubberlaarzen en de houtjes. Kijk nou. En ik lig een keer niet. Hier ligt iemand. Ik sta nog, volgens mij ben ik hier nog heel trots. Winters van vroeger waren gewoon waren kouder, waren gezelliger. Ik heb nog Elfstedentocht meegemaakt. Winters waren winter. Dit is lang geleden dat ik een echte winter heb meegemaakt zoals die vroeger was. En dat vind ik wel echt heel jammer. Ja, dat mis ik wel. Ik doe mee omdat het omdat ik het een uitdaging vind. Omdat ik gewoon echt heel erg benieuwd ben hoe ver ik kom. Omdat ik fanatiek genoeg ben om echt mijn best te gaan doen. En laat ik het me echt ontzettend leuk om te leren schaatsen. En dan vooral nog eens een keer van mensen die er echt verstand van hebben. 3, 2, 1, lossen. Lekker. Wat voor de box erbij. Ik denk echt dat het fysiek wordt mijn punt. Ik denk dat het allerzwaarste wordt voor mij. 3, 2, laatste seconde. Kom aan. Hoeveel? Laat blijven. Ja, ik word als laatste gekozen natuurlijk. Ik heb er echt wel eens beter voor gestaan, denk ik. Dus dat baart mij wel enige zorgen. Maar goed. Ja, Kees, je hebt ontzettend hard getraind na de zomer, dus hopelijk sta je er een beetje beter voor nu. Ze moeten allemaal aan de bak, want de massastart over de 1500 meter voor de mannen gaat zo dadelijk beginnen. Nou, zometeen gaan we de mannenactie zien. Wat verwacht je ervan? Nou ja, je zag bij de dames al grote verschillen met voorheen en nu. Dus ja, bij de heren, ik proefde al echt die fanatisme onderling, dat ze willen winnen. Dus ik verwacht wel dat die echt wel heel erg veel getraind hebben. Nog iets specifieks waar je op gaat letten zo? Nou, ik ben vooral benieuwd of Kees blijft staan. Nou, volgens mij komt het wel goed, want inmiddels hebben de mannen ook meerdere schaatstrainingen achter de rug. De afgelopen week heb ik gewoon heel intensief getraind. En tot mijn stomme verbazing lukt het me nu om te blijven staan en om te remmen. Wat ook niet helemaal belangrijk is. Dus dat is echt best wel oké. Dit ziet er al zoveel meer ontspannen uit. Ja, maar ja, dat mag ook wel, ja. Kees heeft echt heel hard getraind. Ik kan je aan alles zien. Petje af. Kan het wel. Hoppa. Wat een wereld van verschil, echt. Dank je.
Maar ging jij bij de bochten een pootje over? Ja, achteruit zelfs. Hoe gaan de bochten? Nou, ja. Ja. Oké. Okay. Klaar. Go! Het ging helemaal ruk. Moet ik even wennen weer? Ik heb het gevoel dat ik heel even naar buiten sta. Verdomme. Conditioneel kom ik gewoon tekort. Daar kom ik nu achter. Als ik dit zo doe straks met die eerste wedstrijd, dan kan ik na een week afscheid nemen. Ja, nu moet het gebeuren. Nou, het kunnen gebeuren. Ik ben echt zenuwachtig, serieus. Ben je echt zenuwachtig? Ja, echt serieus. Laat je vingers zien. Ja, ja, dat is een beetje trilling. Wanneer heb je dat voor het laatst ook gehad, dat gevoel? Toen ik moest afrijden voor mijn rijbewijs. Oh, hoe lang is dat geleden? Toen was ik 18, dat is 15 jaar geleden. Ik heb nooit een wedstrijd gedaan. Hè. Je treedt op en dat gaat altijd wel goed. En als je verkouden bent of ziek bent, dan weet je er altijd wel een mouw aan te passen. Maar nu moet je een wedstrijd schaatsen en dan komt een heel andere focus bij kijken. En dan, ja, dan zit je op dat ijs en dan kreeg ik opeens allerlei waanideeën van... Kom ik bij de bocht en dan stopte ik met schaatsen, kwam ik rechtop, bang om te vallen. Echt angst. Ik heb vanaf de basisschool geschaatst. Wij moesten verplicht. Op school moest je één keer in de week schaatsen. Ik weet nog heel goed dat dat het hele IJsselmeer bevroren was. Dat we dus op schaatsen naar Marken, naar de overkant gingen. Dus dat schaatsen, dat zit er bij ons wel ingebakken. Ik ben op dit moment redelijk fit. En daarom heb ik dit programma ook met twee handen aangegrepen. 5, 6, 7 en rust. Ik heb echt gewoon kreunend van de pijn op de grond gelegen. 10 en rust. Ah. Klasse, goed gedaan. Ah. Maar goed, dat is nou dat stukje wat ik zelf in de hand heb. Kijk, op het moment dat je valt, dat je niet in balans bent of dat je gewoon niet goed genoeg bent in schaatsen, dan kan ik mezelf dat kwalijk nemen. Maar ik zou mezelf voor de kop slaan als ik word ingehaald of als ik moet afleggen op conditie. Dat is wat ik zelf in de hand heb en dat ga ik niet laten gebeuren. Ik heb het hele schema van mijn leven aangepast. Ik ga niet meer naar feestjes, want ja, Jan moet schaatsen. Dat hoor ik om me heen. Mensen vinden mij ook niet meer gezellig. Je weet nooit wat er gebeurt, maar ik zou me kapot schamen als ik er in de eerste ronde uit zou liggen. Dat zou echt zonde zijn van mijn voorbereiding. Dan zou ik me echt schamen. Ik hou gewoon van strijd. Dus ik wil ook gewoon dat mijn familie trots op mij is. En heel Volendam. Ik doe het ook voor het dorp, hè. Ik laat me niet gek maken. Dat heb ik me voorgenomen. Ik doe gewoon rustig aan. Ik rijd mijn eigen race. Ik heb een hele hoge verwachting van jou. En ik groei in toernooi. Hoe ben je die? Ja, ja, ja. Is dat normaal, dat je de eerste minuut even moet inkomen? Geen jezelf even de tijd om even in te rijden. Je weet wat het ijs doet. Okay. Zoals Henk Gemser ooit zei, je moet communiceren, je moet praten met het ijs. Praten met het ijs. Ja, ja, ja. Contact maken met het ijs. Dat is een gesprek met het ijs, dat waren de woorden. Nou, ik denk dat ik heel dichtbij kom zo meteen voor het gesprek. Ik verwacht niet veel antwoorden. Ik knuffel het ijs, denk ik. Ze staan allemaal op het ijs en ik kan je vertellen dat de spanning die je nu voelt, dat is echt zo'n spanning, zo'n kriebel in je buik, waarvan je denkt van, oh, laat die start maar komen. En ja, dat is het moeilijkste, maar ook wel eigenlijk het mooiste van de wedstrijden rijden. En op het moment dat het startschot heeft geklonken, en dan vloeit het zo in één keer weg en dan ben je vol met die race bezig. Ik vond het heel spannend met Marianne en Rintje erbij. Dan wil je toch een soort Rintje zijn en dat is zo kansloos. Is gewoon best wel pittig. Ik moet me focussen. Heerlijk, wedstrijdspanning, ja. Kom maar op met die wedstrijdjes. Acteur Kees Boot. Jan Smit. Hier is Enzo Knol. Wouter van der Goel. Renze Klammer. Mark Huizing. En daar gaan de mannen er vandoor. Ook hier gelukkig geen valpartijen. Hun eerste 1500 meter van dit sportieve avontuur.
Wat kunnen we zien de komende minuten? Nou, dat ziet er indrukwekkend uit, hoor. Een beetje kaartbijslag. Zie je dat? Het zijn Knol, Klamer en Huizinga die als eerste de bocht induiken. Het is niet normaal, die Enzo, jongen. Knol nu op het rechte stuk. De YouTuber uit Assen lijkt wat te versnellen hier voor de tribune. Klamer en Huizinga zitten hem op de hielen. Hier is de trotse moeder van Knol. De eerste tussentijd, 34-92. Dat is wat, hoor. Klamer en Huizinga zitten hem op de hielen en liggen slechts op 37-honderdste van elkaar. Ook Jan Smit heeft de streep inmiddels voor het eerst gepasseerd. De kop van het veld ligt op slechts 10 seconden van elkaar met nog 3 rondes voor de boeg. Het is Knol weer die de bocht induikt. En vlak achter hem zien we Mark Huizinga die Renze Klamer passeert. Zit hier nu al doorheen, onze presentator. En wat ziet dat er toch al technisch netjes en goed verzorgd uit. Dat belooft toch wat. Voor de komende weken een prachtige lange slag. Het lijkt moeiteloos te gaan. Kom op, Jan. Aan zelfvertrouwen duidelijk geen gebrek bij de koploper. Hij komt door in een tijd van 1:18.04. In de vorige ronde was Renze Klamer nog de tweede. Maar nu is het Mark Huizinga die de achtervolging heeft ingezet. Hij komt door op 9:77 achter Knol. En als derde gevolgd door Renze Klamer. En wie zien we daar? Jan Smit. Hij doet erg zijn best, hoor. Hij blijft mooi in de schaatshouding en wil indruk maken op de coaches. Kees Boutan kijkt even achterom, wil absoluut geen laatste worden. Van der Goes zit slechts enkele meters achter hem. Maar het ziet er naar uit dat Boot hier met een super inspanning toch wat afstand probeert te nemen. Kom, Mark! Mark is ook aan het verzuren, hè, nu. Ja. Hij zit kapot! Ja, de juiste schaatshouding wordt steeds minder zichtbaar bij Mark Huizinga. Hij staat inmiddels bijna rechtop. En het is Knol die als eerste de bel voor de laatste ronde hoort. Hij komt door naar 2:05.94. Het mag best indrukwekkend worden genoemd. Wat de jonge YouTuber hier laat zien. De bel voor de laatste ronde klinkt hier voor judoka Mark Huizinga, Olympisch kampioen van 2000. En ook Renze Klamer gaat hier zijn laatste ronde in. Het wordt spannend wie tweede wordt. Kees Boot is inmiddels gelapt. Krijgt wel wat technische aanwijzingen van de bondscoach. Ook Smit is inmiddels onderweg naar de bel voor de laatste ronde. Wat moet dat toch lekker klinken? Ha, het gaat niet meer zo soepel, Jan. Ik heb het idee dat hij wel harder kan dan hij hier laat zien. Knol is inmiddels begonnen aan zijn laatste 100 meter. Ja, daar gaat hij. Hij komt binnen in 2:58.37, net onder de 3 minuten. Razend knap, hoor. En daar zijn Huizinga en Klamer voor de overige twee ereplekken. Ik zie dat Mark het veel meer met zijn kracht aan het smijten is. Ja, Marianne, maar hij wordt wel mooi tweede. En de winnaar staat inmiddels bij Jochem. Filmpjes kan je maken, maar schaatsen, dat kan je ook behoorlijk en zo. Dankjewel, dat is een mooi compliment van u. Hey, en waar heb jij het verschil gemaakt, denk jij? Ik denk in, en dat hoop ik ook, in techniek. In laag zitten, hele rustige overstap in de bocht. Geen één missen en gewoon in die flow blijven. Een hele blije Knol. En Jan Smit is onderweg voor zijn laatste meters. Ik denk dat hij niet tevreden is. Oh, 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 overeind blijven, Jan. Godver. Ja, daar heb ik niks aan toe te voegen. Wat zwaar kloten dit. Wat is zwaar kloten? Nou ja, dat je dus eigenlijk de hele week keihard aan het trainen bent. En dan probeer je rustig te blijven. En dan ga je netjes pootje over. En ik viel echt bijna 3 keer. Ik had er... Ik voel je gewoon trillen. Ja, ik had er wat meer van verwacht. Maar goed, het is de eerste dag, hè, de eerste keer. Dus er is werk aan de winkel. Kees Boot heeft radio-dj Wouter van der Goes inmiddels definitief achter zich gelaten. En daarmee heeft hij voldaan aan zijn persoonlijke doelstelling. Hij komt op ruim 84 seconden achter de winnaar binnen. Maar hij viert het als een overwinning. En daar komt Wouter van der Goes met zijn allerlaatste meters van deze slopende massastart. En mede dankzij het publiek komt hij toch heel huids over de finish. En hij is lekker opgelucht, hoor. Jullie zijn er allemaal nog. Jazeker zijn we er nog. Nou, vertel het maar. Nou ja, dit is best wel zwaar, ja. En je moet continu denken wat je allemaal hebt geleerd. En laag, en sluit, en man. Maar goed, ik ben hier gevallen. Ah. Maar ja, juist, luister, ik ben gewoon niet allersnelste. Maar ik kan wel schaatsen. Nou, dat waren de mannen. Eerste reactie?
Nou, ze gingen best wel hard over de baan, moet ik zeggen. En ze zitten iets dichter bij elkaar dan de vrouwen. Maar ik vond het wel verrassend goed. Ik denk dat het algehele niveau best hoog ligt. Enzo, die ligt er wel een heel eind uit. En zelfs die kan nog heel veel verbeteren. Dus die kan nog beter worden. Maar die heeft echt aanleg. Maar volgens mij viel dat ook op, hè? Dat er bij heel veel schaatsers wat te verbeteren is. Ja. Nee, ik moet zeggen, bij Mark zag je echt, dat is een powergast, weet je, die is fit. Maar uiteindelijk is een 1500 meter toch wel erg lang. Ja, in mijn jeugd betekende natuurreis betekende gaan schaatsen, wanneer het ijs maar opkomt. Maar toen het judo wat serieuzer werd, dan ga je je toch erin beperken. Begin februari was altijd het jeugd-NK, maar er lag natuurijs. Dus ik was een beetje in twijfel, maar kon het toch niet laten. Dus ik ben toch gaan schaatsen, in een scheur gekomen, omgevallen op mijn heup, heup helemaal blauw. Dus ik kon er echt niet meer judo, het deed zoveel pijn. Dus ik ben naar mijn trainer gegaan, sorry, ik kan vanavond niet trainen, want ik ben gevallen met schaatsen. Toen kreeg ik eerst een knal van mijn kop. En schaatsen, wat een schaatsen. Volgende week is het NK, aanstaand weekend. Dus nou ja, uiteindelijk is het goed gekomen. Ik kon toch meedoen met het NK. Ik had een medaille gewonnen op het NK. Maar eigenlijk heb ik helemaal geen dingen meer gedaan waarmee ik geblesseerd zou kunnen raken voor het judo. Dus het schaatsen is op de lange baan geschoven. Ik kan zeggen dat ik heel goed kan judoën. Maar judo is geen schaatsen. Dus ik kan goed vallen. Misschien dat dat me nog van pas gaat komen. Misschien dat als ik val, dat ik heel snel kan opstaan. Ja hoor, het zit mooi in je slipstream. Ik denk de grootste uitdaging voor mij is om echt de balans te houden op de ijzers. Om je voeten recht te houden. Daar netjes een beetje recht vooruit gaan, dat je rustige slagen kunt maken. Dat gaat nog wel even een uitdaging worden. Ik hoop dat ik nog een tijdje in het programma kan zitten. Want hoe langer je erin zit, des te beter leer je schaatsen. Des te meer wedstrijden kun je maken, des te meer trainingen kun je maken. Dus ja, ik ga daar heel hard mijn best voor doen. Ja, hier zijn ze, de mannen. Dit was eigenlijk deze wedstrijd een open sollicitatie richting de coaches, hè? Ja, in welk team gaan jullie zo meteen komen? Dat was de grote vraag. Rintje en Marianne, jullie mogen zo meteen om de beurt iemand gaan kiezen. Laat ik zeggen, rood is natuurlijk team Timmer, blauw is team Ritsma. En we gaan het gewoon eerlijk doen, want we gaan een tossen. En wie de toss wint, mag beginnen met kiezen. Goed gooien. Ja? Rintje. Ja. En dan mag jij beginnen met iemand van het andere geslacht. Nou ja, dat is iemand die gewoon eigenlijk heel sterk is. Ex-tossporter. Kim, kom er gelijk bij. Geef Kim ook meteen een blauw pak van jouw team. Betekent dat jij ook een vrouw mag kiezen? Ik heb natuurlijk ook goed opgelet. En deze dame die is zeer efficiënt in de slag. En het is een beetje klein, maar ik zie er heel veel potentie in. Dus ik kies voor Ortal. Heel goed. Ligt haar pak. Betekent dat je ook meteen de eerste man juist mag kiezen? Nou ja, hij was met kop en schouders veruit meteen al weg. Dus... Kees? Oh nee, sorry. Bijna. Enzo. Enzo, kom maar bij. Pak van Enzo. Ja. Ga lekker zitten bij jouw vrouw. Welkom. Dankjewel. Iemand die denk ik nog wel een beetje kan bijleren. Je ziet bij vermoeidheid wordt het wat veel hoog-laag. Heeft de moeite om stabiliteit te houden. En daarom denk ik dat je bij mij heel goed zit. Renze Klamer. Renze. Betekent dat jij een dame erbij mag kiezen? Ja, nou, iemand die eigenlijk al heel verzorgd kan schaatsen. Welmoed. Welmoed. Welkom, Team Ritsma. Deze dame vond ik zeer sterk overkomen. Sterk in de benen, maar kan technisch nog aardig verbeteren. En dat is een Nienke. Nienke. Welkom. En dan mag jij daar, Marianne, meteen weer een man aan toevoegen. Ja, en deze man is ook sterk, is ex-topsporter en hij ging als een trein. Ik denk dat hij nog iets efficiënter kan schaatsen. Mark. Mark. Graag, welkom. Ik hoop dus zo dat ik bij jullie zou zitten. Mark, vergeet je pak niet, hè. Komen we weer bij jou, Rintje, voor nog een man. Ja, nou, die kan ook zeker wat bijleren. Voelen zich alle drie aangesproken. Jan, welkom bij Team Ritsma. Nou, dankjewel. Heel goed. Een mooi blauw pak voor Jan erbij. En Rintje, jij mag nog een laatste vrouw aan jouw team gaan toevoegen.
Je kijkt nou ja, alsof het inimine mutten wordt of zo. Nee, nou ja, je moet ook een beetje tactisch denken nog. Ja. Dus maar ja, bij beide vrouwen is denk ik in korte tijd heel veel winst te boeken. Zeker als we nog wat meer aan de houding gaan werken. Maar ik zou graag René bij het team willen hebben. René Fokker. Ja, gezellig, mama. Ja. Ik zei al, werd het ook als laatste overblijven. Ja, hoe voelt dit? Ik ben al heel blij als ik in korte tijd heel veel leer. Ja, oké. Okay. Winnen gaat hem niet worden, maar ik wil wel leren, dus. Ja. En ik wilde heel graag bij jou. Komt dat er wel nog uit. Een mooi rood pak voor jou, Fidan. Dankjewel. Dat betekent wel, Marianne, dat jij de laatste keuze qua man mag maken. En Wouter van der Goes houdt zijn hart vast. Hij heeft zich er al bij neergelegd. Ja, Kees, ik zou graag bij de ploeg Kom op dan! Rood, helemaal mijn kleur. Dus Wouter is de laatste van Team Rutma. Heel goed, Wouter. Hey, wij gaan even lekker erbij zitten. De teams zijn dus nu bij deze ingedeeld. Dus ik zou bijna willen zeggen... Laat het eens horen voor Team Timmer! Hey! Ja! En dat is Team Rutma! Hey! Ja, wat doe je als je begint met schaatsen? Dan ga je natuurlijk eerst kijken hoe snel leg ik een rondje af. Jullie gaan zo meteen schaatsen. 400 meter, één terrein. Start en finish zijn hier in het midden van de baan. En halverwege wisselen de schaatsers van de binnenbaan naar de buitenbaan en andersom. In iedere rit schaatst één iemand van Team Timmer tegen één iemand van Team Ritsma. Mannen tegen mannen, vrouwen tegen vrouwen. En de eerste gekozen vrouw van Marianne gaat het opnemen tegen de eerste gekozen vrouw van Rintje en zo verder. En voor iedere gewonnen rit krijgen jullie één punt. En het team met de meeste punten gaat volgende week... Een seconde in het voordeel. Dat krijgt dus echt een seconde winst bij het eerstvolgende onderdeel in aflevering 2. En bij gelijke stand gaan we alles bij elkaar optellen van de teams. Komt er uiteindelijk dus toch nog een winnaar, bij het snelste team dus. En dan komt die seconde dus toch weer in het spel. Goed, beste coaches, dan zou ik zeggen, neem je team mee naar buiten. Ga het prepareren voor de 400 meter. Succes! Dankjewel. Ik ga met deze mensen aan de slag en ik wil met hun het maximale eruit halen. En ik wil natuurlijk Rintje gewoon verslaan. We zijn een mooi team. Nu gaat het om het echie. We gaan ervoor. Ik ben blij dat ik in het team zit bij Marianne. Ze heeft al direct vuren ze allerlei tips. En je moet meer je rug bol en je moet dieper en je moet meer afzetten. Ga eens op links staan en je laat je vallen over links. Nou, ik ben blij dat ik al die aanwijzingen krijg, want die heb ik gewoon heel hard nodig. Daar rij je hier. Je rijdt door. Tot hier en dan ga je pas pootje over. Ik merk nu al dat ze echt heel fanatiek is en gedreven. En dat zij er echt een uitdaging in ziet om mij nog beter te laten schaatsen. En dus daar heb ik heel veel zin in. Uiteindelijk ben ik heel blij met het team zoals ik die samen heb kunnen stellen. Yeah. Gaan we dit even doen? Zeker. Rintje mocht kiezen, nadat Marianne Enzo had gekozen, koos hij voor mij in plaats van voor Mark. Ja, ik twijfelde tussen Mark en Renze. En ik heb uiteindelijk toch voor Renze gekozen, omdat ik denk dat hij wel heel veel kan winnen nog. Ik zie het als een compliment natuurlijk, maar het was wel even dat ik dacht, oh shit, want dat betekent dat ik die de derde tijd had op de 1500, dat hij hem op moet nemen tegen een team waarin en Mark en Enzo zitten. Holy moly, hoe gaan we dat fixen? Yes. Gaan we dat doen? Yes. Ja, ja. Gaan we dat doen? Goed luck. Hoppa. Hop, hop. Oké. Na de start. De eerste rit over een volle ronde van 400 meter. Welmoed in het blauw, Nienke in het rood. Klaar. Een uitstekende start van Sietsma. Ze neemt gelijk flinke afstand van Nienke. Ik ben benieuwd naar de eerste openingstijd. 8-0-0. Over de eerste 50 meter. De Jong komt op 12-0-6. Kijk eens hoe Sietsma hier de bocht induikt. Pootje over. Geweldig. Ja, dan zie je dat ze schaatsles heeft genomen. En dit belooft wat voor de komende weken van Welmoed. Mooi, blijf laag, zijwaarts. De beer van Lemmer is natuurlijk tevreden, maar geeft zijn rijdster nog wel wat technische aanwijzingen. Prima, blijf een slag afmaken. Niet gaan krabben, maak hem langer.
De zorgen bij Marianne zijn wat groter op dit moment. Nienke kijkt tegen een achterstand aan. En intussen heeft Sietsma de finish in zicht. En aangemoedigd door haar teamgenoten komt ze ruim binnen de minuut binnen. 53-88, prima. Het eerste punt voor het team van Rintje is binnen. Oh, wel lekker staan blijven hoor. Je eerste race, je hebt hem gewonnen. Ja, wat vet, wat vet. Toch wel echt cool, zo 1-1 man. Het publiek erbij. Oh. En de wind, je merkt het nu. Hoe was dat hier op de kruising? Heb je hem vol tegen? Ik heb het niet eens gemerkt. Ik dacht alleen maar gaan. En toen daarna ging ik bijna nog onderuit. Allemaal rode dingetjes mee, maar gelukkig pas over de finish. Nienke, de eerste individuele wedstrijd zit erop. Ik heb wel helemaal niet eens gezien, hè? Nee, maar Marianne heeft me geleerd van je eigen kracht uitgaan. Slagen afmaken, diep zitten. Dus ik denk gewoon, oké, je moet technisch zo goed mogelijk schaatsen. En dan zien we daarna weer verder. Rit nummer 2. Naar de start. Mark tegen Jan in een rechtstreeks duel. En Huizinga moet de stand weer gelijk maken. Klaar. En ze zijn weg voor hun 400 meter. En ik ben heel erg benieuwd naar de openingstijd. 7.84 voor Huizinga en Smit zit daar slechts ruim een halve seconde achter. Smit rijdt daarmee wel een langzamere opening dan teamgenoot Sietsma in rit 1. De voormalige top judoka komt als eerste de bocht uit. En nu is het de vraag of Smit achter hem weet aan te duiken. Onder controle, niks geks doen. Smit rijdt uiterst geconcentreerd. Gaat mooi, blijf glijden. Maar hij kan het moordende tempo van Huizinga niet bijbenen. Huizinga gaat nu de laatste binnenbocht in. Blijft hij overeind? Dat is de vraag. Smit geeft toch niet helemaal op. Maar het is de judo-kampioen die als eerste over de meet komt in een tijd van 45-65. En de stand is weer gelijk tussen beide teams. 1-1. Smit met zijn laatste meters. Hij heeft alles gegeven. Goed gedaan, Jan. Nou Mark, ik denk als er een sprinter onder de deelnemers zit, ben jij het. Ja, ik hou daar ook van. Ik hou van sprinten. Het is een beetje lastig om al die sprintenergie kwijt te kunnen. Omdat de techniek dan nog een beetje wankel is. Maar goed, daar hebben we nu. Ik heb nu een goede coach. Dus daar kunnen we aan gaan werken, hè. Hey, mooi. Ben je al een beetje op adem, Jan? Nou ja, het is genoeg. Geen rondje. Ik ga werken aan mijn snelheid. Namens team Ritsma, gouden golfwinnares René Fokka. Ja hoor, daar zijn ze. We hadden in de straat een grote vijver. En dat was altijd als het winter was, vroeger vroor het altijd, gingen we altijd schaatsen. Daar heb ik mijn eerste schaatspas geleerd. Schaatsbeschermers? Vroeger bij ons thuis was dat wel een ding. Omdat we ook een groot gezin en de jongens keken altijd schaatsen. Wij keken altijd mee, die hielden de hele lijst erbij. Met de tijdschema's en alles. Het is nog in de tijd van Kees Verkerk en Aart Schenk. Hé ja, Aart Schenk. Hé ja, Aart Schenk. Dat is ook wat doen allemaal. Je ziet dat het al een beetje aan het roesten is. Je moet het allemaal netjes bijhouden, maar ik denk wel dat ze bot zijn. Als het vroor, ging ik schaatsen. Dan zei ik alles af en dan ging ik schaatsen. En dan deed ik molenmerentocht, deed ik tocht van 50 kilometer, 60 kilometer. Ik sport op het moment wat meer, omdat ik natuurlijk een beetje probeer te voorbereiden. Maar ik toch wel 3 keer in de week. En nu doe ik het wat vaker, want ik ren en ik sport. Nou, dat is, zag je de hazenhupjes en de kabouterpas en het diep zitten. Dat is... Dan moet je even 45 seconden gewoon diep gaan zitten. Als je toch 's nachts uit bent, die wc's zijn allemaal niet te doen. Dus moet je als vrouw altijd erboven gaan hangen. Dan sta je soms, omdat je niet goed getraind bent. En ik merk dat dat nu veel makkelijker gaat. Nou ja, ik hoop vooral met het programma om beter te leren schaatsen. Dat vind ik heel leuk. En dat ik een beetje op een fatsoenlijke manier die bochten doorkom. En ook René Fokker en Vidalek zijn onderweg voor hun eerste officiële 1-1 duel. Fokker in het vliegtuig blauw, ja, van team Ritsma. En Vidalek namens het rode team van Marianne Timmer. En we zien de openingen 12.1 en 13.2. De verschillen zijn klein, het is dus spannend.
Ze moet het niet vallen. Daar heb je helemaal gelijk in, Wouter. De dames staan nog niet zo zeker op de schaats. Wie dan? Die duw ik knieën naar voren. Voor. Gaat mooi, blijf glijden. Fokker is netjes naar de binnenbaan en Ekis moet nu ook gaan wisselen. Je moet naar de buitenbaan! Je moet naar de buitenbaan! Naar buitenbaan! Fidan, naar de buitenbaan! Ja, Fidan, wisselen hoort erbij. Je wilt graag leren schaatsen en dan moet je ook leren wisselen. Dat is les 1. Fokker gaat stoïcijns door. Oh, het is Ekis die opmerkelijk genoemde landing inzet. Maar Fokker komt binnen en kijk, er is blij zijn. 1.18.94. Knappe tijd, hoor. En daar is Fidan Ekis, aangemoedigd door alles en iedereen langs de baan. En ze is blij, dat heeft ze verdiend. Maar er is werk aan de winkel, Fidan. Het kan alleen maar beter worden. Ja, maar ze wil wel graag. Naar de start. En dan Enzo Knol tegen Renze Klamer. Weer voor een mooie rit. Ja, hij heeft wel zijn motorisch best goed. Renze. Maar ik ben benieuwd of hij het mentaal ook heeft. Of het een die-hard is. Of je kan doorzetten. Daar, ik was er wel nieuwsgierig naar, daarom koos ik hem. Ja, ja. Het is geen vuurvreten zover in deze korte tijd dat je kan zien. Maar misschien kan je het aanwakkeren. Klaar. En daar zijn ze weg. En hoe? Kijk eens, razendsnel. Kijk eens even. Hey, kijk eens even. Indrukwekkend, hoor. Nou, wat zei je net, hè? Openingen van 7.07.708. Ze zitten vlak bij elkaar, slechts 1/100ste verschil. Nou, nee, heb je hem wel geïnstalleerd op de kruising? Jij hebt voorrang, oké. En nu blijven staan, rust bewaren. Knol als eerste de laatste bocht in. En jongens, dit is echt schaatsen. Kijk eens, wat zit die mooi diep. Gaat een beetje een ouderwetse slag. Zie je dat? Beetje zo hard schenken. Ja. En zo. Nog 50 meter rechtdoor voor Knol. En wat voor een tijdrol hieruit. 39,97 onder de 40 seconden. En 44,29 voor Renze. En die Renze die schoot even uit zijn slot bij de start. Ja, maar het was wel vals. Hij werd niet teruggeschoten, maar als je vanaf hier kijkt, was het wel valse start. Kom op, dat zie je blinden nog. Hey, maar de starter heeft hem niet teruggeschoten. Nee, dat klopt. Maar een blinde zag nog dat valse start. Dan was het niet vals. Als je had gewonnen, had ik protest aangetekend. Hou het even gezellig, jongens. De stand is 2-2 en snel nu naar Jochem, de winnaar. Er zit maar één zin in mijn hoofd, Enzo. En dat was, ik wil winnen. Ja, 100%. Zeker. Ik wil niemand teleurstellen, dus gaan. Hoe was dit? Dit was super. Wel kort. Je bent snel klaar. Je was heel goed weg. Ja, zeker. Start was goed. Wat doen? Mijn probleem. Het probleem wordt het schaatsen wat daarna komt. Ik moet gewoon heel hard gaan trainen om deze jongen ook maar een beetje in te kunnen halen. Dus ik hoop dat ik daar in ieder geval 4 of 5 weken voor krijg. Nou, dan weet je wat je te doen staat. Succes, jongen. Ik moet aan het werk. Naar de start. En dan Lammers tegen Vriend. Klaar. Ze zijn allebei goed weg. Belangrijk is het doorversnellen op die eerste meters en dan zo snel mogelijk in het juiste ritme komen. De openingstijden, 7.90 voor Kim, 8.46 voor Ortal. Opperste concentratie bij Ortal. Blijf laag. Maar ze moet Lammers hiervoor laten gaan bij de eerste kruising. Maak een bolle rug. Maak een bolle rug. Smak die slag. Hop, hop. Lammers met een voorsprong de laatste bocht in. Opvallend is haar uitstekende techniek die ze hier demonstreert. Het zou net zo goed gewoon ijshockey's te kunnen worden als ik dit zo zie. Kijk dan hoe mooi ze door die bocht loopt. Vriend in de achtervolging. Dichtbij blijven. De winnende tijd, 49-36. En Vriend met een paar laatste rake klappen is ook trots, net als haar broer. Sporters houden niet van verliezen, nee, hè? Nee, natuurlijk niet. Nee, dus het is altijd lekker om te winnen. Ik dacht, kaks, je is wel dichtbij. Je was dichtbij. Ben je daarmee bezig? Nee, ik dacht in één keer, nou ja, we hebben een beetje samen getraind. En al eerder tegen elkaar gestaan, maar geducht tegenstander, hoor. Het staat 3-2 voor team Ritsma. En Kees Boot moet deze rit dus winnen om gelijk te kunnen eindigen. Wouter van der Goes is zijn tegenstander. Het startschot heeft voor de laatste keer vanavond geklonken. Ja, kom op!
Openingstijden van 10.18 en 10.59. Beide mannen gaan nog niet zo lekker door de bocht, hoor. Een van de grootste wensen van Wouter is dat, om dat onder de knie te krijgen. Maar ja, hij heeft nog een paar weken de tijd. Van der Goes komt als eerste het rechte stuk op. Dat ziet er goed uit voor het team van Marianne. Kom op! Maar nu is het wisselen, Rintje. Hop! 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 Kleine voorsprong voor de DJ van Radio 2, Wouter van der Goes dus. Maar kijk eens naar het gezicht van Kees Boot. Die pakt hem in de binnenbocht. Wat knap. Kees, die in het begin meer op het ijs lag dan dat hij op de schaatsen stond, gaat hier winnen. Geweldig. Kees trekt de stand weer gelijk. 3-3 is het nu. 1-0-9-24 en 1-11-17 voor Wouter. Zij was mentaal is hij sterk. Ik zei het nog. Ik zie je nee knikken, maar hoezo? Je wint je race. Nee, maar bij de 1500 en net had ik een soort cadans, die is lekker. Nu was het gewoon harken en echt overleven. En dat ik echt denk, ja. Dus dat, ik had wel zoiets, ik ga hem nu wel gewoon pakken, ja. Lekker is dat, hè? Dat is heel fijn, ja. En vooral als het dan ook lukt, ook nog. Ja, ik hoorde hem aankomen en toen ging ik ook wankelen, werd ik onzeker. En toen ging het mis. Ik dacht, tot aan die bocht, dacht ik, ik ga dit wel redden. Dit komt wel goed. Mag ik allereerst een applausje voor jullie zelf, voor jullie geweldige prestaties. Ja. Echt. Jan, ja, volgens mij jij zit er helemaal doorheen, hè? Nou, nu gaat het wel weer, maar ik heb wel veel meer respect nog extra gekregen voor wat jullie natuurlijk in het verleden gedaan hebben, maar wat schaatsers in het algemeen doen. Want het is echt... Wij hebben ook veel geoefend, hè? Dat weet ik. Ja. Maar je krijgt nog wat meer tijd om te oefenen. Goed, het was dus ongekend spannend. Het is 3-3 geworden na 6 races. Wij hebben dus de tijden bij elkaar opgeteld. En dan blijkt dat een van de teams iets sneller is geweest dan het andere team. En dat snellere team is het team van Rintje Ritsma. Hey! 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 Orde, 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 orde. Dat betekent dus dat jullie volgende week 1 seconde voordeel krijgen bij het eerste onderdeel. En vanaf nu worden jullie dus getraind door jullie eigen coaches. Volgende week de teamsprint. En daarbij gaat de strijd worden gestreden wie er als eerste af gaat vallen. Dus dat staat er volgende week op het programma. Jochem, Evert, dankjewel. Ik zie jullie volgende week en ook u thuis volgende week terug bij De IJzersterkste. Yeah. Yeah.